Dat is de eerste, zo makkelijk om met jou te doen. Jouw Vertongen! Ja, Amsterdam! Dat is de tweede. Mertens. Nee, oké. Nee, denk Goena, hè. Hazard. Ja. Dat is de derde. Goed, Juist. Moeilijker. Wie is dit dan? Onbekend. Het is een doelman. Onbekend. Een doelman. Van de bus. Nee. Ik ken Courtois, maar dit is Courtois. We hebben Courtois, Mignolet, en dit is onze derde doelman. Wie is onze derde doelman dan? Ja. Weet jij het dan? Pas. Nee, daarom. Mats Sels. Mats Sels. Ik speel bij Newcastle. Newcastle? Ja, dat ja. Achter Krul. Ja, dit is in Ajax nu. De volgende. Hallo. Die is er nu voor het eerst bij. Dus dat is echt wel. Ja, dit is heel mooi. Wie is het? Nee. Thomas Fouquet van A-agent. Ja. Oké, is die ons voor het eerst bij, weet je dat? Ja, maar. Ja, wie dan? Dat ga ik nu niet zeggen. Bernet? Dat is de volgende. Jezus, ik ben echt slecht hier in de lucht. Links buiten, of links half. 08. Speelt nog in België, bij Anderlecht. Oh, dat is de divisie, dat kan je maar niet. Dat is Yuri Tielemans. Tielemans. Van gehoord of niet? Nee, dat is wel. Hij is een van onze grootste talenten. Hij scoort veel bij Anderlecht, hij scoort veel. Heel veel niet, maar het is wel een minuut wel. Hij scoort bij de Brugge. De volgende? Dat is ook een moeilijke. Die heb ik al gezien, maar... Speelt in Turkije. Ja, Traoré. Iets met sport. Bertrand Traoré. Cavanda. Ik ken dat ook niet. Dan hebben we deze nog. Nou, dat is. Ik vind het toch makkelijker hoor. Ja. Speler van Paris Saint-Germain. Ik weet niks. De eerste was de makkelijkste. Thomas Meunier. Nummer 10. We hadden gewoon even vergelijken, in België was er veel te doen rond de onbekende Nederlanders. Maar wij hadden het gevoel dat onze Belgen ook niet zo heel bekend zijn. Nee, dat blijkt. En ook met Vertonghen en Hazard houden we nog eentje. Ja? Misschien gaan jullie die kennen. Die kennen. Oh jezus. Ricardo van Rijn. Zegelaar van Oranje. Dat klopt. Ja, eerlijk, dat kunnen wij niet.